hebben een stukje research besproken. Research dat we samen met wat wij noemen een Prime Foundation partner, Locutus in dit geval, hebben gevoerd rond de stand van zaken met betrekking tot enterprise architectuur. Het is een manier om te gaan met de complexiteit van organisaties. Hoe interageren systemen, hoe interageren mensen, hoe creëert dat een geheel dat groter is dan de som van de delen? Wel, enterprise architecten zijn bezig met die vraag. Wel, dat waren allemaal vertegenwoordigers van andere Prime Foundation partners. Mensen die van dichtbij of van veraf wel een zekere interesse vertoonden in het topic enterprise architecture. Ik vind het al frappant om te moeten vaststellen dat we het gesprek hebben moeten afkappen, omdat er geen tijd meer was om verder te gaan op de zaken. Dus het blijkbaar resoneert het wel, is er wel interesse. En zijn er zeker, en dat was vandaag de dag, toch een aantal passionista rond de tafel die het topic met hand en tand verdedigen. We beseffen ook dat we van een type 1.0 architecturering naar een type 2.0 moeten gaan. En ik kan het misschien best omschrijven als architectuur is geen doel op zichzelf meer, zoals het in het verleden heel vaak gepositioneerd werd. Het werd door heel veel businessmensen als een ivoren toren gegeven gezien voor denkers, theoretici, naar een doel ondersteunend middel. Ik denk dat men daar ook heel goed moet weten waarom dat men het doet en dat men daar dan ook kan uithalen wat is genoeg architectuur. Ik vond het zeer plezant, absoluut. En dan is meestal de vraag van hoe moeten we...